Hey daar kijkers van Dus David Games, vandaag weer een nieuwe snapshot. Ik ben Richard van de Wombat Guru en ik ga jullie vandaag vertellen wat er allemaal nieuw is in snapshot 13W04A. Dat is een snapshot voor de Redstone update en die komt in januari of februari uit. Waarschijnlijk februari, want het is al bijna januari geweest. Er zijn al meerdere snapshots geweest van deze update, maar daar heb ik helaas geen gasgolf van kunnen doen. Maar daarom ga ik van sommige dingen waarvan in deze snapshot weer wat is toegevoegd, dat ook nog uitleggen. Voor de andere dingen die al nieuw zijn voor deze update, zou je naar mijn video's op mijn kanaal kunnen kijken. Het linkje staat er in de beschrijving. En in de beschrijving staat ook een linkje naar een tutorial over hoe je een snapshot kunt installeren. Dus als je dat wil en niet weet, dan kun je daarop kijken. Dus laten we nu maar beginnen. Zoals jullie weten, dit zijn dispensers. Die kunnen pijlen, schieten en alles. Maar die kun je nu in plaats van gewoon in deze vier richtingen, gewoon zo, kun je ze nu ook omhoog laten schieten en omlaag laten schieten. En dat geldt ook voor droppers. En dat zijn deze dingen. En een dropper is eigenlijk hetzelfde als een dispenser. Maar een dispenser, zeg maar, als je een pijl schiet met een dispenser, dan schiet hij de pijl. En met een dropper, als je daar een pijl in doet, dan laat hij de pijl gewoon vallen. Dat kan ik misschien wel eventjes laten zien. Als ik een pijl kan vinden. Hier zo. Zo, pijl erin. Dan pressure plate. Kijk, die laat gewoon het item vallen in plaats van dat hij hem schiet. En dat werkt ook met spawn, eggs en al die andere dingen die je schiet, zoals fire charges. Je maakt hem zo, met cobblestone er zo omheen, dan een redstone in het midden, een hopper. En een hopper maak je, waarom heb ik dat niet laten zien? Een hopper zie je nu in beeld. Dit is hoe je een hopper maakt. En een hopper kun je dus gebruiken hiervoor. Maar er zijn ook nog andere uses. Maar dat kun je dus op mijn kanaal vinden. Dus als ik dat allemaal nu moest gaan uitleggen, dan wordt het echt veel te lang. Maar hier heb je dus een soort van trap die je hierdoor kunt maken. Kijk, je hebt nu gewoon in alle richtingen wijzen deze dispensers. Die heb ik allemaal aangesloten en dan schieten ze allemaal tegelijk. Dan worden er super veel pijlen geschoten. Dus als het goed is, kun je daar een zombie of een creeper heel erg mee damagen. Dan gaan wij verder. Dat is namelijk, er zijn nog meer nieuwe dingen aan dispensers. Want als je er nu armor in doet. Kijk, ik heb nu geen armor. En als je er dan op gaat staan, zodat de dispenser was getriggerd. Kijk, dan gaat het uit de dispenser. En kijk, nu heb ik het aan. Dat gebeurt alleen als je er heel dichtbij staat. Dus dat is super handig, want dan kun je gewoon, bijvoorbeeld in een PvP arena, dat je even ergens gaat staan en dat je dan meteen al je armor aan hebt. En ik zal ook even uitleggen hoe ik het heb gedaan dat die dispenser zo vaak getriggerd wordt door redstone. Dat heb ik gedaan met deze comparator. Volgens mij is het comparator. Dat heb ik weer snot verkouden. Sorry daarvoor. Ik zou eventjes mijn neus gaan sluiten. Zo. Ik heb even de microfoon uitgedaan zodat jullie niet allemaal vieze geluidjes hoeven te horen. Dit is dus een comparator. Die maak je met 3 smoothstone aan de onderkant. Dan 3 redstone toortjes zo. En in het midden een nether quartz. Een nether quartz krijg je door deze ores. Die vind je in de nether. Zie je er nu ook een plaatje van. Als je die mines gewoon kan met alle soorten pickaxes, maar niet met de hand. Oh ja, wel met creative. Maar dan krijg je dus zo'n nether quartz en die kun je hiervoor gebruiken. En dan krijg je een best wel coole redstone comparator. Er zijn nog meer dingen wat je met de redstone comparator kunt. Maar ja, dat kan ik nu niet allemaal gaan uitleggen, want dan wordt deze video een uur lang. Dat is dan niet overdreven. Dan nog meer voor de dispenser. Het is eigenlijk een soort van dispenser snapshot. Maar eerst nog even wat anders over bone meal. Want daar is ook van alles nieuw aan. Als je nu een seed op gewoon farmland doet. Normaal als je dan met bone meal erop klikt. Zou je meteen gaan groeien. Maar dat heb je nu dus niet. Je moet nu gratis eerst naar alle stadia. Dus je doet zo 1 keer. Kijk, er komen ook van die leuke groene sterretjes. 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer. Je moet 7 keer klikken voordat hij zo goed wordt. En dat kost je dan in survival ook 7 bone meal voor één zo'n dingetje. Dus eigenlijk betekent dat het bone meal nu gewoon, dat je daar gewoon duizenden van nodig hebt als je een beetje een goede farm wil maken. Maar wat ze dus ook met dispensers hebben gedaan. Dat je nu hier een seed doet. En dan als een bone meal in de dispenser zit, dat die dan ook daarvoor wordt gebruikt. Dat je dat vaak genoeg doet. Dan zie je dat het werkt. En dat kun je dus op een heel redstone ding aansluiten. Dat het gewoon automatisch helemaal vol groeit. Dus dat kan daar ook voor. En ook een boom, als je die wil laten groeien. Maakt niet uit wat voor boom. Dan heb je daar ook, in plaats van 1 boommeel, heb je daar nu 2 boommeel voor nodig. Zoals je hier zo ziet.
1, 2. Dus, ze hebben eigenlijk gewoon Bomiel verneukt. Maar ja, ze moeten er toch een keer wat aan veranderen, anders zou het saai worden. Dan, je kunt nu ook in plaats van met alleen fire charges, kun je ook met flint en steel iets in de fik zetten. Kijk, en dan gaat er iets van zo'n damage gedoe af. Dat kun je heel vaak doen. Maar het kan dus niet als er al vuur voor zit, dan hoor je dus een ander geluid. Of was het niet zo? Nou, dat lulde ik maar, dat slaat dus nergens op. Maar na een tijdje gaat hij dus wel kapot. En dan werkt het dus anders. Maar dit is dus veel goedkoper dan met fire charges. Dus dat is beter. Dan iets heel leuks voor traps. En jullie zien het waarschijnlijk nu al aankomen. Als je een dispenser triggert waar TNT in zit, dan gebeurt er dit. Fuck yeah. Dus je kunt hier gewoon mega gaten mee maken in de grond. Als je dat heel vaak achter elkaar doet. Zo. Nou, dat is niet heel vaak, dat was maar 2 keer. Kun je dus nog grotere gaten maken. Dus dat is gewoon super cool. Als je een beetje te veel TNT hebt, kun je heel makkelijk gewoon een heel groot gat naar beneden laten graven. Want eerder had je dan eerst weer een TNT op de bodem moeten leggen. En dat is veel te ingewikkeld. Dus ja. Dat kun je ook nog met dispensers. Dan iets anders. Als het goed is zijn mobs, zoals zombies en schapen. Die zijn nu bang voor rails. Dat stond op de wiki. Maar ik zie het eigenlijk nog niet. Want kijk, hij blijft er gewoon bij staan en er gebeurt verder niks. Misschien als ik hem sla. Oh, nou, hij loopt er in ieder geval niet overheen. Oh, nu wel. Nou, ik weet niet wat het is, maar dat is blijkbaar nog niet gefixt. En zoals je ziet is hier ook een nieuwe soort rails. Dit is een activator rails. En je maakt je zo iron, dan een stick en dan een torch in het midden. Dan krijg je activator rails. En die kun je gebruiken door er een minecart met TNT op te laten rijden. Die maak je met een minecart en TNT. En als je die dan... Kijk, dit is activator rails. Die moet je poweren en dan staat die geactiveerd. Dit is gewoon powered rails met... Hoe heet dat? Dat die gaat rijden. Maar als een minecart met TNT over activator rails gaat die getriggerd is. Die dus gepowered is. Dan gaat die af. En dan hoor je dus al een geluidje van... gedoe. En na een tijdje ontploft die dan. En hoe sneller die trouwens gaat, hoe sneller de minecart rijdt, des te harder de explosie, dus te groter het gat eronder. Dan hier ben ik nog even vergeten. Want als je nu, je ziet het wel, spawn eggs, dit is dus niet voor survival. Maar als je dus een spawn egg hierin doet, bijvoorbeeld een zombie, en die wil je dan Hank noemen. Dat kon al in de vorige snapshot, maar in deze snapshot is daar nog iets aan toegevoegd. Kijk, nu hebben we 64 spawn eggs die Hank heten. Normaal zou dit ook XP kosten, maar ik zit nu in creative. Kijk, als je hem dan spant, dan staat er nu ook Hank boven zijn naam. Alleen als je met je muis over hem heen gaat. Anders niet. Kijk, dan gaat hij gewoon niet. Maar dit is dus Hank. Je moet nu even ophouden met lawaai maken, Hank. Dat kan dus ook met... Oh, oeps. Oeps. Dat kan dus ook met vriendelijke mobs, zoals een schaap. Dus die noemen we dan... schaap. Mooie naam. Kijk, dan krijg je een schaap. Als het goed is, komt er dan ook zo'n schaap over te staan. Ja, dus dat is best wel cool. Dan kun je dus gewoon allerlei dieren een naam geven. Ja, dat is het eigenlijk. Maar dat is gewoon super awesome. Dan, ze hebben deze. Dit blok bestond al. De dubbele stone slab. Maar dan zonder deze rand ertussen. Maar die kun je nu krijgen door /give. Dan je Minecraft naam. En dan het getal 43. Dan hoeveel je er wil. Dus bijvoorbeeld 17. En dan het getal 8. Dan krijg je die. Die heb ik nu waarschijnlijk hier zo. Ja, kijk. Waarom kreeg ik 18? Oh, ik had er waarschijnlijk nog één. Dan krijg je dus dit blok. En je kunt ook deze smooth sandstone blok krijgen. Die is iets anders dan de gewone smooth sandstone. Ik kan het woord smooth niet uitspreken, sorry. Kijk, dit is de normale en dit is dan deze. Maar die kun je krijgen door /give je Minecraft naam. En dan 43, hoeveel je er wil, 17. En dan 9. Kijk, dan krijg je... Even kijken, waar staat het? Hier. Ze heet een stone slab, maar het is eigenlijk dit. Dus dat is best wel cool. Dit is eigenlijk zo'n beetje alles dat nieuw is. In snapshot 13W04A. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en abonneer ook op mijn kanaal. Het linkje staat in de beschrijving. Geef ook een like als je deze snapshot video's leuk vindt. En dan zeg ik tot de volgende keer mensen. En bye bye.